De voetballer die dit weekend zwaar werd mishandeld op het voetbalveld in Harderwijk is vandaag geopereerd. De ontzetting bij Zwart-Wit 63 is nog steeds groot. In het Achterhoekse Drempt beschermt een wijnboer zijn ranken op een revolutionaire wijze tegen vorst. Die blaast een partij lucht over de wijngaard en dat zorgt ervoor dat de temperatuur boven nul blijft. En een bijzondere verjaardag in een opvanghuis van dak- en thuislozen in Nijmegen. Een van de bewoners is 100 jaar. Fantastisch. Dat gebeurt niet vaak, hè? Goedenavond, het nieuws van maandag 16 april. De speler van de Harderwijkse voetbalclub Zwart-Wit 63, die afgelopen weekend zwaar werd mishandeld, is zojuist voor het eerst geopereerd. Hij is afgelopen weekend zo hard in zijn gezicht geschopt dat hij zijn beide oogkassen, neus en kaak op twee plaatsen brak. En dat gebeurde in de eindfase van het duel tegen Dos Kampen. De ontzetting bij Zwart-Wit 63 is nog steeds groot. En bij het terrein van de Harderwijkse voetbalclub, daar staat verslaggever Sonja Booms. Ja, Sonja, je hebt inmiddels met een paar mensen gesproken van de club. Hoe reageren ze? Nou, de impact is hier nog steeds heel groot. Zwart-Wit 63 hier in Harderwijk is een echte familieclub en bestaat nu bijna 50 jaar. En dat wil iets zeggen over de betrokkenheid van spelers en vrijwilligers. Dus ook op het moment van het incident afgelopen zaterdag, de tribune die vol zat, de spelers waar dat zich allemaal afspeelde op het veld. Je kunt je voorstellen dat het hele heftige reacties teweegbracht bij zowel het publiek als de spelers en dus ook flinke emoties. Vervolgens was het natuurlijk een kluwen van spelers en mensen die allemaal proberen elkaar in bedwang te houden en te zorgen dat het niet verder zou escaleren. Dan komen er veel emoties los. Zaterdag of begin volgende week zullen wij een bijeenkomst hebben met alle jeugdspelers die op het complex aanwezig waren op dat moment. Of die zich op een andere manier betrokken voelen bij het eerste elftal. En we zullen ook zorgen dat daar professionele ondersteuning aanwezig is. En de Nationale Voetbalbond is meestal niet mals met het opleggen van straffen aan spelers die zich ernstig misdragen. Zo wordt begin maart een scheidsrechter gemolesteerd door een groep voetballers uit Arnhem. De vier voetballers mogen tussen de 4 en 10 jaar niet meer voetballen. 3 weken geleden eindigt een wedstrijd tussen 2 jeugdteams uit Beuningen en Driel in een massale vechtpartij. De KNVB neemt beide teams uit de competitie. En toch gaf onlangs een 17-jarige voetballer van een jeugdteam uit Enschede een tegenstander een kopstoot. Het slachtoffer belandde met een hersenschudding in het ziekenhuis. De dader is voor zijn leven geschorst en mag zich nooit meer op een voetbalveld vertonen. Ja, en Sonja, hoe pakte de voetbalbond deze zaak aan? Ja, de zaak is nu onder de tuchtcommissie en dat betekent dat zij bepalen welke straf de speler van Boskampen krijgt. En ook over de sancties die er mogelijk volgen. En daar zegt de KNVB het volgende over. Wat voor sancties passen daar dan bij? We hebben sinds ingang van dit seizoen een nieuw beleid. Effectieve aanpak excessen. Wat daarbij hoort zijn zware straffen voor mensen die het spel voor anderen doelbewust verzieken. Het gebeurt helaas vaker dat we mensen voor het leven uit moeten sluiten. De V van KNVB die staat voor voetballen. En die staat niet voor het verbieden van voetballen. Dat willen we niet, maar als je het ernaar maakt, ja, dan moet je maar voelen. En de KNVB gaat nu in gesprek met beide verenigingen om ook nog eens een keer nogmaals en nog duidelijker misschien wel te horen wat er zich nou heeft afgespeeld. Dus dan gaat het om getuigenverklaringen. Nou, die proberen ze allemaal te verzamelen en dat wordt woensdag dus besproken. En vervolgens zal er naar aanleiding van al die verklaringen nog weer een mondelingenzitting volgen. En dat is zoals dat dan in de rechtszaak gaat. Nou, voor wat betreft de club hier achter mij, de trainingen zijn weer hervat. Dat wil zeggen dat de pupillen op dit moment gewoon weer lekker een balletje aan het schoppen zijn. Maar vergeet niet dat de gedachten van afgelopen zaterdag hier voorlopig nog wel een tijdje na zullen denderen. Sonja, dankjewel. Ja, de 22-jarige verdachte van deze ernstige mishandeling die zit nog vast. En of hij zich voor de rechter moet verantwoorden, dat is nog afwachten. Spannende tijden voor veel boeren. Door de nachtvorst kunnen hun gewassen schade oplopen. Daar is al wat tegen te doen door middel van beregening. Maar bij wijnboerderij Het Hekenbroek in Drempt hebben ze een andere, betere oplossing gevonden. Om 5 uur ging de bel. En toen moesten we het apparaat hier aanzetten. Nachtvorst, en dan wil je dat proberen te voorkomen. En daar hebben we nu een nieuw apparaat voor. Die blaast een partij lucht over de wijngaard. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur boven nul blijft.
Het was vroeg wakker worden voor de buren van wijnboer Job Huisman toen om 5 uur vanochtend het kwik onder het nulpunt zakte en Huisman voor het eerst zijn nieuwe Frostguard moest inschakelen. Het is de hoop in bange dagen voor Huisman, want vorig jaar zorgde de nachtvorst voor veel schade. Als ik hem vorig jaar had, dan had ik hem nu al terugverdiend. Normaal gesproken beregenen veel boeren hun planten. Het kleine laagje ijs dat zich dan vormt, beschermt de plant juist tegen nachtvorst. Maar beregenen heeft grote nadelen. Als dat 2 of 3 nachten achter elkaar, dan wordt het een grote waterbende. Krijgt dan hele koude grond en daardoor ontwikkelt de druif zich ook weer veel langzamer. Dat is dan het grootste nadeel. En ook dan nog meer kans op schimmelziektes als er al wel wat loof aan zit. En dus is de opmars van de Frostguard begonnen. En zou de oogst dit jaar zo'n 10.000 van deze flessen moeten opleveren. Zodat de wijn weer rijkelijk kan vloeien. Hopelijk komen alle tanks weer vol volgend jaar. Nou, proost de Frostguard. Proost. Een heel bijzonder feestje in de thuis- en daklozenopvang De Hulze in Nijmegen. Een van de bewoners viert er vandaag zijn 100ste verjaardag. Jubilaris Anton van Woerdekom die verklapte dat het geheim van zijn hoge leeftijd een borreltje en veel plezier in het leven is. Elke dag mag hij in de opvang nog steeds zijn jenevertje drinken, maar met mate. De vlaggen hangen uit en dat niet voor niets. Hartstikke bijzonder. Een 100-jarige nooit meegemaakt hier. Zichtbaar geniet Anton van Woerdekom vandaag van alle aandacht. Niet verwonderlijk, hij is vandaag 100 jaar geworden. Sinds 5 jaar verblijft de hoogbejaarde in De Hulze. De Hulze biedt een thuis aan dak- en thuisloze mannen en vrouwen met lichamelijke klachten. De meesten kunnen niet meer voor zichzelf zorgen, maar zijn niet op hun plek in een verzorgingstehuis. Anton is een bijzonderheid. Nog nooit is iemand zo oud geworden in De Hulze. Zijn medebewoners weten wel wat Antons geheim is. Ja, het is een gangmaker hoor. En als hij op tijd een bordje heeft, en dan herinner je er wel aan. Die herinnering komt wel. Een vrolijk leven. Een gezellig leven. Dat is een grote geheim. Een mooi geheim dus, waarmee Anton zo oud is kunnen worden. Zeker. Als je 100 bent, ben je niet meer die jonge vent van vroeger. Maar zoals het nu gaat, wil de jubilaris nog wel een tijdje mee. Worden komen er nog vele jaartjes bij? Oh, Jezus. Je vraagt me wat. Maar blij zijn dat ik er één jaar mee kom. U ziet er nog heel fit en vief uit, hoor. Wij hebben er niet over te beslissen, onze lieve Heer. Die zegt dat. Wij hebben niks te zeggen. Geen moer. Ook de burgemeester is vanmiddag bij de 100-jarige op bezoek gegaan om hem persoonlijk te feliciteren met de mijlpaal. Ga je mee brommerskiegen? Dat is Neder-Saksisch. In deze taal gesproken in de Achterhoek moet een hogere officiële status krijgen. Zometeen ziet u meer. De thuishulp van een 90-jarige Arnhemse vrouw heeft een werkstraf van 180 uur gekregen. 5 jaar lang pinde de vrouw met de pinpas van haar bejaarde slachtoffer. In totaal nam ze ruim 70.000 euro op. Ook de man van de thuishulp is tot een werkstraf veroordeeld, omdat hij zijn vrouw hielp het geld weg te sluizen. Tegen een man die in april vorig jaar in Nijmegen een dodelijke aanrijding veroorzaakte, is 1,5 jaar celstraf geëist. Hij zat als passagier in een auto en gaf plotseling een ruk aan het stuur. De auto reed achterop een 67-jarige fietser die ter plekke overleed. Tegen de bestuurder van de auto is een werkstraf geëist. De man had gedronken en rende na de aanrijding weg. De Arnhemse proeffabriek van zonnecelfolie Heliantos is vandaag onder de hamer gegaan. Partijen die interesse hebben moeten flink in de buidel tasten. De fabriek moet minimaal 6 miljoen euro opleveren. Heliantos werd vorig jaar gesloten omdat de eigenaar Nuon geen partner kon vinden om de zonnefolie op de markt te brengen. In de zeecontainer bij een Doetinchems transportbedrijf is een grote hoeveelheid harddrugs gevonden. Om wat voor drugs en hoe gaat en om hoeveel kilo, dat is nog niet bekend. Het transportbedrijf belde zelf de politie. Er zijn geen arrestaties verricht. Een bakker in Apeldoorn heeft vanmiddag een overvaller in de kraag gegrepen. Een 31-jarige man probeerde de bakkerij te overvallen en bedreigde de winkelier met een mes. De winkelier werkte echter niet mee, waarop de overvaller er vandoor ging. De bakker ging achter de man aan en wist hem te overmeesteren. De politie rekende hem daarna in.
Een werktrein heeft vanmorgen het treinverkeer tussen Ede en Utrecht urenlang stilgelegd. Door een defect aan de trein spatten er stenen naast de rails op. De stenen vernielden naast enkele seinen ook een aantal auto's die op de A12 reden. Op de Maas- en Waalweg bij Afferden zijn vanmorgen twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Een persoon raakte bekneld en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De provinciale weg was door het ongeval een tijdje afgesloten. De Achterhoek vecht voor erkenning van hun streektaal. De taal, het Neder-Saksisch, dreigt te verdwijnen. Steeds minder mensen spreken het. En voorstanders van het dialect pleiten nu voor een hogere Europese status. Maar het mag dan uitsterven. Er zijn nog genoeg gezinnen waar ze alleen maar plat praten. Als je haas gevonden hebt, moet je eerst kniepen. Daar mag een ander niet mee opleggen. De familie Huinink in Sinderen. Opa en oma praten zo plat dat ze bijna geen standaard Nederlands kunnen. Zelfs een woordspelletje doen ze in het Achterhoeks. Het woord muis wordt dan... Moes. Moes. Je moet een moes doen. In het Achterhoeks kun je voor beter uitdrukken, omdat dat een moerstaal is. Dat is de taal waarin ik denk. En als je op vakantie bent of zo, dan kun je lekker met z'n tweeën in Achterhoeks praten, want niemand versteert hem. Kleindochter Eva. Zij spreekt vooral Nederlands, maar praat nog geen plat Achterhoeks. Ze kan beter Nederlands dan ik. Haar ouders vinden het belangrijk dat ze eerst goed Nederlands praat. En als ze natuurlijk echt plat gaat praten, dan krijg je heel gauw dat ze spraaklessen gaat krijgen, omdat je niet goed alles uitspreekt. In Grollo in Drenthe komen vandaag wetenschappers, politici en artiesten bij elkaar om te pleiten voor een hogere status van streekdialecten. Op die manier kan de streektaal meer gestimuleerd worden en wordt voorkomen dat het verdwijnt. Vorige maand wees de minister dat verzoek nog af. Daarom ook zijn deze mensen van het erfgoedcentrum Achterhoek Liemers begonnen met een handtekeningenactie voor erkenning van hun dialect. Want ook in de Achterhoek wordt steeds minder plat gepraat. Onder andere omdat ik nu geen plat praat, maar Nederlands. Dat is een reden. Er wordt veel meer ook op de televisie en op de radio Nederlands gesproken. Is dat een verarming? Eigenlijk wel, ja. Maar of het Achterhoeks nou wel of niet als officiële taal wordt erkend, in huize Huinink blijven ze toch vooral platproten. Opa helemaal besnusterd. Ja, besnusterd, ja. Een gezin in de Arnhemse wijk Statenkwartier heeft sinds kort krakers in huis. Om precies te zijn, in de brievenbus. Goeiedag. Ik zie, de brievenbus is gekraakt. Dat klopt. Al een paar weken. Daarom is er een extra brievenbus geplaatst voor de postbode. Helaas kunnen we geen kijkje nemen in de oorspronkelijke brievenbus waar het nest zit. Want dat vindt het echtpaar Koolmees niet leuk. Maar de bewoners hebben een webcam geplaatst. Ze is nu even van het nest af. En we verwachten ieder moment dat ze weer terugkomt. Ze is er ongeveer een kwartiertje nu af geweest. Ja, daar is ze alweer. De bewoners zijn geen echte koolmeeskenners. Moet volgens mij het vrouwtje zijn. In eerste instantie hadden de bewoners niet in de gaten dat de brievenbus gekraakt was. Het is Pasen geweest, niet stiekem een eitje gesnoept? Nee. Echt nee, niet? Want toen wisten we het nog niet. En daar is waarschijnlijk papa Koolmees. Inmiddels zijn er 8 nakomelingen op komst. En dus vereist dat aanpassing. Nu probeer ik vooral dat de kinderen wat rustiger doen. Dat ze komen zelf ook wel goed uit. Als ze de trap oplopen of gillen. Ik wil niet dat ze nu ineens van het nest raakt. Op www.gld.nl kunt u live het echtpaar Koolmees volgen. En dan krijgt u nog het weer. Daarvoor gaan we naar Wageningen, naar Amara Onwuka. We zitten in frisse lucht. De afgelopen nacht heeft op veel plekken een graadje gevroren. We krijgen nog zo'n koude nacht, nog ietsje kouder zelfs. Maar daarna wordt het minder koud. Niet minder wisselvallig overigens. Ja, nu profiteren we eigenlijk nog van min of meer een rug van hoge druk die over ons land heen trok met slechts een paar buitjes, maar ook nog ruimte voor de zon. Die storing, die moeten we in de gaten gaan houden. Die komt dichterbij, laat de bewolking morgen toenemen en uiteindelijk krijgen we zelfs te maken met regen. Wisselvallig weer dus voor de komende dagen. Vandaag ook een aantal buitjes, pittige buitjes, soms met wat hagel. Sneeuw is er zelfs gemeld, maar tussendoor genoeg ruimte voor de zon. Nou, dit gaat vanavond en vannacht allemaal weer verdwijnen. Flinke opklaringen tot min 4 graden zelfs in de Achterhoek. En morgen in de ochtend hebben we denk ik nog eventjes flink wat zon.
Maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het westen toch wel vrij snel toe. In eerste instantie is het hoge bewolking. Later komt het ook iets lager in de atmosfeer te hangen. En uiteindelijk in de loop van de middag vanuit het westen begint het dan te regenen. We zitten nog eventjes in de frisse lucht. Ondanks de wind die al vanuit het zuiden komt. Het wordt slechts een graad of 8 tot 9. De wind gaat daarbij ook nog eens een keer aantrekken. Vies en koud weer, met name in de middag dus. Nou, de dagen daarna, met name woensdag en donderdag, stevige buien. Misschien zelfs een enkele met onweer. Vanaf vrijdag weer wat rustiger. En geleidelijk aan wordt het minder koud. En dan zijn dit de hoofdpunten. De voetballer die ernstig is mishandeld op het voetbalveld is vandaag geopereerd. De verdachte van 22 jaar die zit vast en hij kan een hoge straf krijgen. En een bijzondere verjaardag in de dak- en thuislozenopvang in Nijmegen. Een van de bewoners is vandaag 100 jaar geworden. Dat was het voor nu. Ik wens u nog een fijne avond.